kijken of die lekker is of niet. Roeren kijken. En we gaan de taart checken. Cheers. Hoi mensen en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag met mijn zusje en wij gaan een hele lekkere taart bakken. Ik ben vandaag namelijk jarig en als vegan is het soms wel eens lastig om een lekkere taart te kunnen eten. Maar Dr. Oetker, is helemaal niet gesponsord trouwens, maar Dr. Oetker is met verschillende vegan taarten uitgekomen. Nu heb ik ook al eerder de brownie getest, maar het is nu tijd om deze vegan taart... aardbei, kwarttaart te testen. Te kijken of die lekker is of niet. Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken. Alle benodigdheden. Dit is de taart. Boter moet erbij. Margarine, plantaardige margarine. Dan soja. Ik heb deze malt en creamy. Die werkt altijd wel lekker. En water. Oh, ik heb trouwens... Heb je een maaltbeker? Ja, die heb ik laatst gekocht. Nice. Goed hè? Hoeveel heb ik nodig? 100 milliliter. Hè? Ja. Oké. Okay. 100 milliliter hebben we ook. Volgens mij hebben we dan alles hè? Ja. Oh ja. Ik heb dus geen taartbodem. Dus ik gebruik een ovenschaal. Don't judge me. Het werkt ook even goed. Een pan. Dat moet je toch voor de bodem? Je moet toch altijd in de boter bakken? Of hoe noem je dat? Okay, ik zag maken. Ja. Of voor de bodem. Ja. Ik weet niet hoe dit werkt, dat is heel lang geleden. Maar je hebt een pan nodig voor de... Je moet het smelten, toch? Oh, dat was het woord wat ik zou smelten. Oh ja, ik kan wel in de magnetron, toch? Oh, dat kan ook. Laten we eerst even kijken wat erin zit. Dit is... Dat is toch een bakkenpietje erbij. Oh, een bakkenpietje, ja, maar we hebben geen... Nee, maar je kan het wel. Ja. Maar ik had ook wel bakpapier gehad hoor. Kijk, dit is denk ik die mixture. Want ik zie al de vaagmix. Oké, dus 60 gram. Dus dan moet ik hier... Dit is 50, maar het is natuurlijk niet meer alles. Zou het dan dit zijn? Nee, dat is veel te veel. Ja? Dat is... Ik zou ongeveer... Dit? Ja, zoiets pakken. Oké, okay, zo. Ja. Nee, want dan heb je veel te veel. Dan krijg je zo'n slappe bodem. Nee, dat willen we niet. We willen wel een crunchy bodem. Zo. Oké. Okay. Nog veel boter, hè? Zo. Nou, gaat die in de magnetron. Ja, volgen. Ik hoop dat het genoeg boter is trouwens, want ik zie nu inderdaad dat het echt tot hier loopt. Toch? Ja. Maar dat komt wel goed. Het komt vast wel goed. En anders kun je altijd nog een beetje boter smelten. Ja, joh. Beter te weinig dan te veel. Het is echt niet veel, hoor. Dit kan echt wel met een garde. Ook. Want het is maar de laatste stand 30 seconden. Nou, dan doe je het gewoon met een garde. Oh, hier wel. 2,5 minuut. Hoogste stand. Mm, blender. We doen het wel. Oké, okay, dan deze. En dan moet je de bodem mixen. Heel voorzichtig. Mm-hmm. Oké, okay, als jij het nou bij gaat schenken, dan ga ik roeren. Ja, dat is goed. Bijna op ei of zo. Ja. Wat een bonding dit. Ja. Roeren krijgen. Er zit nog heel veel bij, hè? Ja, nee, komt goed. Goed voor die. Is het... Wow, kijk mijn muscles. Zo. Wow. Oké. Okay. Ik doe laatste tijd ook appelarms, maar... Ik heb zo weinig armspieren. Ja, dat had ik dus ook altijd. Ik heb zo slappe armen. Ja, benen kan ik altijd super chill trainen in de sportschool. Echt? En dan ga ik mijn armen doen en dan kom ik bij 70 kilo sta ik daar te puffen in die sportschool. Ja, dat is echt niet maar normaal. Armen is echt zwaar. Ook omdat je als vrouw ben je dat nooit echt gewend om veel te doen of zo. Ja, toch? Altijd niet te groot worden, hè? Ja. Het duurt echt lang voordat je echt baffelt. Moet je echt... En je moet ook veel eten. Ja, en volgens mij ook echt wel veel banddruk en zo. Ja, nou dat doe ik sowieso niet. Mijn ding. Nee, mij ook niet. Gewoon even die armspieren gebruiken. Kijk, alles wordt vochtig. Komt helemaal goed, meid. Je bent lekker bezig.
Ik hoop dat de taart lekker wordt, man. Zoveel moeite. Oké, heerlijk. De 750 is perfect. Maar heb je er al wat uit gebruikt of niet? Nee. Oh, nou dat is helemaal tof. Dat is helemaal lekker. Maar weet je, je kan er altijd, als het echt te is, dan kun je er altijd een beetje water over sprinkelen of zo, denk ik. Toch? Doe dat je kan te kwaad, toch? Wat? Nou, stel dit is wel echt te zacht. Of zeg het maar, zo. Ja, dat het wel te weinig wordt. Nee, maar dit is perfect. Is dit goed? Dit is echt goed, want je moet het nog aandrukken, hè? Ik heb geen idee, ik heb hier helemaal geen verstand. Nee, dit is echt helemaal lekker, dit. Nou, top. Ik heb het helemaal warm ervan. Rust eraan, aan hem in, hè? Dan moet deze erin, hè? Ja. Zo. Ja, gewoon erop, denk ik. Ja. Dan moet ik eerst een laagje zo. Of gelijk alles. Ik kan ook alles er gelijk in duwen. Nee, oh my god, oké. Okay. Oh, dit is top. Ja, toch? Oh, kijk dan. Ik zou gelijk alles erin doen. Ja, ik doe nu de rest eroverheen. Ja. Oh, hier een lekkere laag. Zo. Ja, dit gaat toch helemaal naar. Het gaat wel een beetje schuiven, maar het maakt niet zo heel fijn, denk ik. Het is wel lekker dat je deze niet hoeft te bakken. Nee. Want dan moet je die oven weer in de gaten houden. Ja, precies. Dus gewoon straks de berry eroverheen gooien. Oh, je ziet wel een beetje dat papiertje ertussen. Ja. Maakt niet zo heel veel uit, toch? Misschien dan een beetje bedekken zo. Ja, dat. Ook aan de andere kant. Ja. Zo. Nou, boeien. Een beetje zeuk. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik ook. Ik vind het helemaal prima. Oh, is hier weer verschoven. Hier gaat in. Dat water, toch? Ja. En eigenlijk alleen de taartmix, dat is wat meer. Oh, en nee, en kwark, die kwark natuurlijk. Eerst het water. Eerst de kwark. Eerst de kwark en dan het water? Ja, denk het wel. Nee, eerst het water en dan de kwark. Want dat is dunner. Oké, dan doe je eerst het water en dan het water. Want dat moet toch door elkaar. Oké, dat hele pak moet erin, hè? Je hoeft niet te schudden, wordt toch al geschud door dat. Troll. Is echt gewoon tussen mijn oren. Ja. Dat ik het wil schudden. Oké, zo. Oh, dit is lekker. Zo water heerlijk. Met kwark. Oeh, dit ziet er zo lekker uit. Gadverdamme. Dit is echt overdaad van mijn yoghurt. Ja. Gadverdamme. Oké. Dan moet ik eerst dit mengen, toch? Kan je voor me checken? Ja, klopt. Tot een glad mengsel. Ja, oké. Dan taartmix, dan laagste stand voor 30 seconden. En daarna nog 2,5 minuut hoog. Oké. Okay. Oh, dit gaat heel soepel. Ik denk dat het nu al wel gemixt is. Okay. Dan nu de taartmix erbij, inderdaad. En dan wat stond er op? Eerst heel langzaam? Ja, op de laagste stand voor 30 seconden. Oh, dit ruikt echt heel zoet, zeker. Ja, heel zoet. Een beetje naar die mengsels in de koekjesfabriek. Oh, weet je wat ik bedoel? Ja, heel erg. Van die koekjes. Koekjes. Ja! Die foree dingen. Gadver, die zijn ook smerig. Soms hadden ze ook van die aardbeien, die tussencreme. Ja, toch? Ja. Daar is precies dit. Naar. Ja, nu denk je echt van, wat rijk ik nou, maar it's gonna be delicious. Volgens mij heb ik het nu al gezwaaid. Forcerings. Eerst langzaam, hè? Ja, 30 seconden. 30 seconden. Oké. Zo. Dat is wel een goeie om het in de blender te doen. Dus mocht je geen garden hebben, gebruik gewoon die blender. Oké. Daar gaat hij. Oké, het is echt slim dat we deze hebben gepakt. Die andere was echt te laag geweest. Oh my god. Nou, dit is de taart. Ik ga hem niet zo laten zien, want dan kiep het alles eruit.
Maar dit is hem. We moeten hem nu gewoon eventjes in de koelkast doen. En dan zien we morgen wat er van gekomen is. Ik ben heel erg benieuwd. Zeker. Ja, we zijn morgen bij jullie terug. Oké, het is de volgende dag en we gaan de taart checken. Hij is nu echt ruim, nou hoe lang zal het zijn? Meer dan 12 ja, uur. Meer dan 12 uur is hij in de koelkast geweest. Dus hij moet helemaal opgestuifd zijn. Woehoe. Hoe is het koud? Nice! Dit is hem. Nou, dan kunnen we hem nu gewoon gaan versieren en zo. Ik heb ik die... Ik zou hem niet eerst lossnijden. Zo, even langs de randjes. Ja? Anders krijg ik misschien een heel moeilijk uit. Oh ja, gaat best wel soepel. Yes! Zo. Bezig! Dit voelde echt als dat spel dat je dan dat dingetje niet aan moet raken. Wat zeg je? Ken je dat spel nog? Dat zeg maar met zo'n eigen dingetje. Dat je, ja, dat is wel goed zo. Nice. Oké, nou. Alright. Blauwe besjes. Als je die slagroom doet, dan doe je zo'n soep van die toetje aan het. Ja, maar dan wordt het misschien een beetje zuur. Oh. Dus dan moet je het denk ik eerst... Of we moeten het er gewoon eerst uitsnijden en dan de ruiten zo doen. Ja, laten we dat doen. Oké, okay, hoe groot moet de stukje voor zijn? Of je zoiets of zo? Zo? Ja, dat is perfect. Top. Oh, die bodem is wel echt hard, hard. Ja, maar het is nu ook koud natuurlijk. Ik ben er echt doorheen. Ja. Okay. Dat is natuurlijk wel zo. Als je zo'n andere schaal hebt, dan kan je gewoon die springvorm eruit. Even, want doe ik dit door drieën? Want door twee is een beetje groot, denk ik. Of kan dat? Ja, kan wel. Het is niet zo diep. Ja, oké, zo proberen. Nee, je bent er wel doorheen hoor. Ik voel de bodem hier. Oh, okay. Ja, je bent er wel doorheen. Ik heb niet echt kleiner, dat is het ding. Oh! Dat gaat nog best goed. Oké. Okay. Ja. Dat ging best wel soepel. Bam. Zo. Andere sticky. Oké, dan. Nou, hier zijn ze. De twee stukjes taart. Moeten we nu even versieren. Ja, nu wil je slagroom overheen. Ja. Ja. Oké. Do your thing. Zo. Oh ja. Het ziet er leuk uit. Cute. Zoiets. Ja, leuk. Oké, nou, dan lekker opdekken. De besjes. Wees lekker creatief, zou ik zeggen. Oké. Gaat het helemaal rond doen of niet? Ik vind dat een beetje... Doe maar wat je wil. Ik ga wel achter jou. En ik doe deze gewoon zo. Shit. Het blijft niet staan omdat het niet rond is natuurlijk. Niet het beste, maar... Boeien. Als het deze maar lekker is. Nou, taste test. Oké, we gaan gewoon even alles pakken. En dan... tegelijk een hap pakken. De structuur is wel top. De smel ook. Het is echt die ja. Klopt. God, het is nog moeilijk om echt alles op te krijgen. Oké. Okay. Ja? Cheers. Cheers. Wacht even hoor. Alleen de kwart daar. Even puur die kwart. Ik vind hem helemaal niet zoet. Ik vind het niet zo lekker als een echte kwarktaart. Ik weet niet wat het is. Ik heb een beetje het gevoel alsof je van die... jelly. Ja, dat. Maar een beetje zonder smaak. Ja. Er zit wel smaak aan, maar... Een beetje jelly zeg maar, zonder smaak, ja. Het ziet er lekkerder uit dan het is. Wel een domper, maar... Als je dan weer met die besjes doet... Met die besjes... En dan... Beter. Ja. Is het wel beter, maar ik vind het niet heel erg lekker. Nee. Het is wel lekker genoeg om te eten. Ik had er meer van verwacht, denk ik. Ja. Het heeft gewoon niet zo heel erg die frisse smaak. Maar het is ook niet zo zoet als die andere normale. Mm-mm. Nee. Misschien? Als je er iets van... Oh ja, want ik heb natuurlijk ook ongezoete mild en creamy. Misschien is dat het ook, hè? Ik heb altijd die ongezoete mild en creamy. En dan is het een stuk minder zoet natuurlijk.
Maar je stopt het toch normaal gesproken ook geen yoghurt of kwarken met suiker? Wel, ik snap het niet. True. Nee, dat is waar. Ja. Maar met die slagroom is het wel lekker. Dat ja, is dan net dat zoete wat je mist of zo. Ja. Ach ja. Ik wil er niet weg van, maar het is oké. Okay. Is oké. Okay. En die koeklaag is wel lekker. Ja, omdat ik poef. Ja. Ja. Nou, dan was het dat weer voor deze video. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken. En heb je de video toch tot hier gezien? Dan denk ik dat je mijn andere content ook wel heel erg leuk gaat vinden. Dus dan kan je net zo goed abonneren. En dan wens ik je nog een hele fijne week. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei! Ga je niet doen, zeg? Jawel. Oké, weer opnieuw doen, zeg. Ja! Doei doei! Doei.